Hey YouTube, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. En ook meteen het derde bier in deze themaweek van, ja, budget bieren, goedkopere bieren, hoe moet ik het noemen. Het was een idee van een maatje van Martijn, volgde mij ook. En die had zoiets van, joh, doe eens wat bieren die onder de 2 euro zitten. Want ja, heel veel van die bieren die ik drink en heel veel van de echte bierliefhebbers, dat willen nog best wel eens makkelijk 10 euro of hoger raken. En hij had zoiets van, doe eens wat bieren onder de 2 euro. Nou, toen heb ik een beetje mee gedacht. En ik kon hem ietsje aanpassen. Vond hij ook wel een geinig idee. En ik zei, als ik het nou eens een bier onder de euro, een bier onder de 2 euro en een bier onder de 3 euro doe. Nou, de eerste bier heb je dus kunnen zien. Dat was Brouwers Weizen. 99 cent. Het tweede bier heb ik samen met Lydia gereviewd. En dat was Gimai Blauw. 1,39 euro. En de laatste die ik review is een bier van Mikkeller. Ik vraag me niet precies hoe je het uitspreekt. En die was 2,59. Alle drie de bieren te koop bij de Albert Heijn. Die vindt ze op andere plekken. Nou ja, behalve de brouwers. Die vind je alleen bij de Albert Heijn. Deze twee die bedenk ik me trouwens in één keer. Volgens mij is deze ook speciaal voor de Albert Heijn gebrouwen. Maar dat weet ik niet zeker. Ze zijn dus in ieder geval te verkrijgen bij de Albert Heijn. Haha. Mikkeller, het leuke is dat je hier dus echt een Deense craft brewer voor minder dan 3 euro bij je lokale supermarkt kan vinden. En dat is natuurlijk best wel een gaaf idee. Een beetje het idee van deze themaweek dus ook. Het is een IPA. The Hair in the Mailbox. Mikkeller. Ik vraag me echt af hoe je het uitspreekt eigenlijk. Is dus een Deense brouwer die niet echt een brouwerij heeft. Het zijn wat zoals Gypsy Brewers. Die gaan dus naar andere brouwerijen. Deze is gebrouwen bij, als ik me niet vergis, de Proef in België. Even kijken of staat er nog wat bijzonders bij op. Zusa, dat is grappig. Staat er een nummer in het Duits op trouwens. Wasse, Gerstenmalz, Weizenflocken, Hopfen en Heffe. Water, Gerstenmout, Weizenflocken. Tarwevlokken. Nee. Ja, tarwevlokken. Hopfen en heffe. Dat is volgens mij gist, toch? Nee. Mijn Duits is heel slecht. Mikkeller Year Round. Our brand was focused by a math and physics teacher with a curiosity for brewing and an urge to create beer a notch above the rest. After 10 plus years developing crazy recipes, Mikkeller now launches a series of year-round styles, allowing even more thirsty beer drinkers to dive into our passionate world of high-quality brews. Nou ja, zoals ik al zei, deze is dus gebrouwen bij de Proef in België. Het is een IPA. 6,3% en dat is eigenlijk het enige wat erop staat. Niks over EBU's of iets dergelijks. Tenminste houdbaar tot 23/10/19. Hij kan dus nog zelfs een jaar gaan. Ik heb geen idee hoe vers die is. En normaal gesproken ben ik dus iemand die altijd zegt, drink je bieren vers. Je IPA's vers. Andere bieren kunnen heel makkelijk juist lang liggen en worden alleen maar beter. Drink je IPA's vers. Ik heb geen idee. Voor hetzelfde geld is die 4 weken oud. Het kan ook zijn dat die 2 of 3 maanden is. Ik durf het je echt niet te zeggen. Maar ja, dat zie je natuurlijk wel bij meer van die IPA's die je gewoon in de supermarkt kan kopen. Is dat er niet echt op. Oeh, veel koolzuur. Sowieso al. Er staat nooit echt op hoe oud ze zijn. Dus het is altijd heel moeilijk te zeggen. En dat maakt het ook wel weer een beetje spannend. Ja, heb ik een lekker vers biertje, is die al wat op leeftijd. En zo, ja, wat doet dat met het hopprofiel? Daar hou ik ook wel rekening mee met de score trouwens. Hoor. Zoals je kunt zien, een heel mooi helder licht bier met een super witte schuimkraag. Het ziet er bijna uit eigenlijk als een pils. En echt veel koolzuur. Er komen heel veel mooie belletjes omhoog. Ja, hij is echt super helder. Vind ik wel heel gaaf. Ik ben gek op mijn hazy IPA's. Echt waar. Maar ik mis gewoon ouderwetse West Coast IPA's. Mogen iets troebel zijn. Maar niet dat super hees voor deze. Gewoon mooi helder bier. Ik hoop lekker veel klassieke bitterheid te vinden. Niet heel veel fruit. Maar gewoon echt zo'n super harsige, dennige, oldschool IPA eigenlijk. Ik ben heel benieuwd. We gaan in de neus. Ja, oké. Grapefruit. Citrus. Heel veel grapefruit. Beetje dennig.
niet een super expres uitgesproken neus. Maar wel gewoon lekker fris. Simpel IPA-achtig. Dus niet zo super complex, maar wel ja, gewoon zacht fruitig. Dus niet veel tropisch fruit. Er zit wel wat in. Maar heel in de verte hoor. Het is voornamelijk echt dat. Er komt nou een beetje meer mango persik naar voren. Maar het is voornamelijk nog steeds veel grapefruit. Pithy. Heel klein beetje dennig. Ruikt gewoon verder wel lekker. Dat is het probleem niet. We gaan proeven. Proost. Oh, wat jammer. Ja, dat is jammer. De neus begon heel belovend. Waarschijnlijk is die wel wat ouder. Dit is niet een hele verse. Het zou me niks verbazen als die al wel 4 maanden oud is. Ten allereerste, hij is niet vies. Maar hij is in de smaak veel meer mout. Het is echt de gerstemout die voornamelijk naar voren komt. Met inderdaad wat bitterheid in de finish. Niet super uitgesproken. Gewoon simpele, lichte bitterheid. Ja, en wat waterig. Hij is niet... Dat waterige, dat... Hop, bitterheid achterin, zeker weten. Maar niet heel uitgesproken. Ja, jammer. De neus belooft meer dan dat de smaak waar maakt. Het is nog geen, zeker nog geen slecht bier. Het is een... ik zit trouwens even te kijken of er nog iets aan... Is dat, zien ze hier geen nagisting in? Nee, die laten we gewoon... dat hoef ik dus niet erbij uit te schenken. Ja. Ik had er wat meer van verwacht. Mikkele... maakt gewoon ontzettende mooie bieren. Ze hebben een paar geniale stouts. Hun. Hoe heet die serie ook alweer? De Breakfast Series is dat volgens mij. Beer Geek Series. Sorry, dat was een Beer Geek Series. Er zitten een paar geniale stouts in. Niet normaal. Volgens mij heb ik er ook een keer al een van gereviewd. Ja, dit valt een beetje tegen. Niet omdat hij nou echt slecht is, maar. Gewoon, je verwacht meer van Mikkele. Zeker als het bij de proef wegkomt. Hun bieren bij de proef gebrouwen, dat zijn altijd echt geniale bieren. Bijna altijd. En dit is eigenlijk, ja... Niet slecht. En ik denk trouwens voor mensen die niet gewend zijn aan IPA's. Die zoiets hebben aan IPA's, ja, ik weet niet. Dat, ik hoor dan dat bittere, dat grapefruit en dat dennige, ik weet het niet. Is dit een leuke instapper? Hij is mild. Is toegankelijk. Beetje vlak in de smaak. Maar ben je geen IPA's gewend, dan is dit wel een hele leuke om mee te beginnen. Maar voor de mensen die echt gek zijn, echt de echte hopheads. Dutch Beer Geek, talking to you. Ik denk dat die hier... Ja, ik denk dat ze het wat tegen zal vallen. Ik denk dat die hier nou niet super enthousiast voor zullen worden. Cijfer... 3,25 uit de 5, neigen naar een 3,5. Uit de 5 weer. Gewoon omdat hij niet vies is en lekker wegdrinkt. Als een biertje bij barbecue. Een biertje bij spare ribs. Lekker. Dat pittere dat erin zit. Dat snijdt mooi door dat vettige van het vlees heen. Dat is dan wel heel fijn. Dat doet hij wel goed. Maar dat ik nou zou zeggen, dit wil ik in huis hebben als mijn standaard IPA. En als mensen vragen, heb je een IPA'tje en ik zet dit neer? Nee, denk het niet. Dan zijn er in zijn prijsklasse betere bieren te krijgen. Misschien dat je een paar cent meer betaalt. Misschien dat je net op de 3 euro uitkomt in plaats van 2,60. Maar ik kan een paar bieren noemen die ik lekkerder vind dan deze.
Maar dat gezegd hebbende, hij is dus niet vies. En ik zou hem toch zeker een poging doen. Ik zou hem zeker gewoon een keer proberen. Gewoon al is het al om te weten van wat Mikkelen te bieden heeft voor de grote markt. Ik durf te wedden dat er mensen zijn die minder snobberig zijn, zoals de verwende bierdrinkers, die dit heel erg zullen waarderen. En inderdaad, als een instap IPA, echt een aanrader. Dat op zich wel. Dan zou ik hem zeker eens proberen. Ja. Nou, dat gezegd we dan hebben, laten we hem op 3,5 zetten. Uit 5. Dat was hem. Review. Done. Klaar. En een nieuwe themaweek gehad. Tweede themaweek die we nu gedaan hebben. Er komen zeker nog meer aan. Laat het in de comments achter. Wat vind je van het hele themaweek idee? Vond je het leuk? Vond je het stom? Vond je het belachelijk? Vond je het idioot? Heb je het over? Doe gewoon normaal. Vond je van dit bier als je hem gehad hebt? Vind je van Mikkeler over het algemeen? Laat het achter in de comments. Like de video. Abonneer je op mijn kanaal. En vergeet niet te volgen op mijn andere social media. De links vind je onder in de omschrijving box. Mijn Instagram en Untapped Facebook pagina. Vind je bieren die ik wel drink, niet review, toch wel het een en ander over te zeggen heb. En ik zou zeggen, tot de volgende review. Proost!